What is up YouTube? This is your boy Caesar Milan back with a new video. Vandaag hebben we een hele drukke dag. Ik heb avonddienst, dus eigenlijk kon ik uitslapen, maar goed, ik kan niet uitslapen de laatste tijd. Omdat ik gestopt ben met roken, dus ik ben elke ochtend vroeg wakker. En Najla maakte me wakker dat het hondeneten op is. Dus ik moet even naar Zaandam hondeneten halen. En kijk, daar heb je het, zie die man lopen daar met die rollator. Daar heb ik al 4 keer bonje mee gehad, die eikel. Omdat ik al, wat ik vriendelijk vraag, of die alsjeblieft hond aan de lijn wil houden. En hij weigert gewoon, ja, maar ik heb al 60 jaar honden en bla bla bla. Ja, interesseert me niks. Als er wat gebeurt, krijgen die van mij de schuld. Wachten. Maar goed, ik heb al een aantal keer van subscribers en van vrienden een berichtje gekregen. Van, hé, hier in Wormerveer zit een winkel en die verkopen Funko's. Misschien is het wat voor je. En aangezien ik honden eten moet halen in Zaandam en Wormerveer daar in de buurt is, dacht ik, laten we maar even gaan kijken. En dan hopelijk kunnen we vanmiddag naar RMA in Almere. En dan even mijn band vervangen voor mijn normale band. Dan kunnen we weer lekker streepjes gaan trekken en gaan doen. Dus ja, ik neem jullie gewoon mee. Dadelijk. Ik zweer het, deze man maakt me echt helemaal para. Ik heb hem dus al 5 keer gevraagd. Meneer, zou u alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn om uw hond vast te houden? Nu vraag ik het hem weer. En hij zegt gewoon tegen me, ja, loop maar gewoon door. Je loopt al achter een rollator, dus als er wat gebeurt, kan je al niet achter je hond aangaan. Ja, jij moet je hond mijlkorven. Ik zweer het. Snappen jullie nou in wat voor situatie ik zit? De man is gewoon 70 of zo. Je wil hem niet een stomp voor zijn kanus geven, maar hij verdient het wel. Want ja, er gebeurt niks. Maar als er wel wat gebeurt, kijk even. Wie denk je dat de schuld krijgen? Hun? Of die fucking Jack Russell van hem? Ook al zitten mijn honden gewoon netjes aan de lijn. Dus ik zeg, ja, je moet je hond mijlkorven. Mijlkorven? Je moet jezelf mijlkorven, ouwe gek. Loslooptrein is hier aan het einde, een kilometer verderop. Daar is een meertje, daar mogen ze loslopen. Daar kom ik niet met mijn honden. En dan ga je hier in de wijk je hond loslaten en dan ga je bij de hand doen tegen mij. Krijg de pleuris. Dus ik heb hem al een paar keer gewaarschuwd. Maar het gaat één deze dagen gewoon fout. Of tussen die honden, of tussen mij en hem. En snap je nou wat voor kutsituatie ik zit? Want je wil gewoon geen man van 70 in elkaar stompen. Maar hij vraagt er gewoon echt om. Want ik heb al zo vaak vriendelijk gevraagd of hij ze vast wil houden. En hij weigert gewoon. Ja, boys, op een gegeven moment houdt het op voor mij en ook, weet je. Maar goed. Wat een ochtend weer, jongens. Nou, zometeen neem ik jullie mee onderweg naar Wormerveer. Poppert. En even voor de duidelijkheid, mijn honden doen niks. Mijn hond en de hond, hallo. Ze doen niks. Maar goed, als het wel een keer fout gaat, kijk, er zal maar iemand zo op jou afkomen. Wat doe je dan? Dan schrik je toch ook en dan verdedig je jezelf toch ook. Nou, dat doet het tyfushondje van hem ook. Dus als die van mij dan een keer bijt, dan vind ik het helemaal niet raar. Ondanks dat het gewoon super lieve honden zijn die helemaal nooit vechten of wat dan ook. Zo kunnen ze niet vechten, want ik heb ze altijd 100% van de tijd heb ik ze aan de lijn. Kijk, ik heb zo'n grote trekker, die is 8 meter lang, kennen ze 8 meter voor me, 8 meter achter me. Kennen ze gewoon rennen en een ei kwijt. En deze man heeft ook gewoon zo'n riem, dat vind ik nog het lijpste van allemaal. Maar hij weigert hem gewoon te gebruiken. Dus mochten jullie die man kennen, hij woont hier op de Egmondenstraat 76. Praat met hem, want één deze dagen sla ik zijn kunstgebit eruit. En dan ligt het niet aan mij, want ik heb het vaak genoeg geprobeerd netjes. Alright fam, nou jullie zien het, we zitten weer in de auto. Ik wil nog even zeggen dat ik hier gewoon hier echt helemaal lui van word. Ik werd vanmorgen wakker en ik was zo fucking vrolijk. Als hij een beetje trilt, dan is het omdat ik hobbels heb. Over 400 meter, sla rechtsaf de oprit naar S116 op. Ik werd wakker, ik was zo vrolijk. Ik werd, ondanks dat Najla tegen me zei dat ik last minute even honden eten moet halen. Terwijl ik al een aantal keer tegen haar heb gezegd, laat het me even een paar dagen van tevoren weten. Dan kan ik er rekening mee houden. Weet je, als je ziet dat er nog 5 pakjes honden eten liggen, zeg het even tegen me, dan kan ik het inplannen. Maar goed, laat ik me even het goede voorbeeld geven ook. Hè. Ik dacht, fuck it, we gaan gewoon naar die winkel toe in Wormerveer. Hij heet trouwens Music and More. En ik werd wakker en ik had gelijk honger. Voorheen had ik dit nooit. Ik kon altijd pas eten om 12 uur, 1 uur 's middags. En zoals ik in de laatste video al zei, sinds ik niet meer rook, voel ik me lichamelijk zoveel beter. Ik word wakker en ik heb gewoon honger. Dus er was ook geen koffie meer in huis. Maar ook dat maakte me niet chagrijnig. Ik dacht, weet je wat, joh? Gewoon instappen, lekker naar de supermarkt gaan. Sla rechtsaf de oprit naar S116 op. Vers brood halen, lekker koffie halen, relax wakker worden en dan gewoon je ding doen. Dan ga ik naar de supermarkt toe. Blijf 800 meter doorrijden op de S116. I know. Kom ik nog een hele goede vriend van me tegen, Iem. Iem, if you're watching, thanks B. Ik waardeer het echt. Iem is een jongen die ik, hoe moet ik het uitleggen? Mijn vader werkt al 35 jaar in een coffeeshop. En er is een andere vrouw daar, die werkt er al 20 jaar. Dus die ken ik al zo lang als ik me eigenlijk kan herinneren bijna.
En haar beste, haar man, de beste vriend van haar man, daar heb ik mee samengewerkt bij de Boerenjongens. Ik heb een aantal jaar bij de coffeeshop Boerenjongens gewerkt. Samen met Iem en met nog een andere vriend van me en natuurlijk een heleboel andere jongens en meiden. Over 400 meter volgden twee rechte rijstroken om rechtsaf te slaan via de verbindingsweg A10 naar S117 Ring. Maar Iem en ik kunnen gewoon heel goed met elkaar opschieten. We mogen elkaar echt. Dus ik kom hem vanmorgen tegen, praatje maken, dit en dat, met zijn nieuwe vriendinnetje. Hele mooie meid trouwens, gabber als je kijkt. En het was gewoon een topochtend, weet je. Lekker koffie halen, lekker eten halen, kom ik mijn gabber tegen. Een beetje praten, hoe gaat het? Ja goed, ik ben gestopt met roken. Volg de twee rechte rijstroken om rechtsaf te slaan via de verbindingsweg A10. Tyfus hoer. En ook hij is weer iemand van wie ik zijn mening echt waardeer. En hij zei gelijk tegen me, hey broer, big up man, respect, weet je. Echt top dat je bent gestopt. Dus dat is, weet je, waardeer ik echt van je. Over 600 meter, voeg in op de A10. Ja, waar moet ik anders naartoe? Ik rij op de oprit, trut. Dus weet je, en ik denk, ik ga lekker met de hondjes lopen, relaxed, even laten plassen, poepen. En dan kom je weer die eikel tegen, jongen, die zijn hond gewoon weer los laat lopen. En nogmaals, snappen jullie wat voor kutsituatie ik zit? Het is een man van 70. Ik ben een super verantwoordelijke hondeneigenaar. Ik vind gewoon, als je honden hebt zoals Mokum en Luna, en het zijn pitbulls, bullies, whatever, dan moet je super verantwoordelijk zijn met die honden, want ze hebben al een slechte naam. Daarom wat ik zeg, ik heb ze 100% van de tijd altijd aan de lijn. Niet omdat ze wat doen, maar als er iets gebeurt dat een andere hond hun aanvalt, krijgen hun ook gewoon een schuld. Want ja, kijk hoe hun eruit zien en kijk hoe die Jack Russell eruit ziet en kijk die vooroordelen die erover zijn. En dan vraag ik gewoon vriendelijk aan die man, meneer, wilt u alsjeblieft de hond aan de lijn? Blijf 3 kilometer doorrijden op de A10. Tegen me van, dan heb je die zeikert weer, weet je. Hey, maar ik heb ook een bloedhekel aan politie en ik denk dat hun ook een bloedhekel aan mij hebben. Is allemaal niet erg, weet je, het is wat het is. Mijn overbuurvrouw, die schuin tegenover mij woont, die is wachtmeester. Over 3 kilometer volgden twee rechte rijstroken bij het knooppunt Koenplein om de borden A8 E22 richting Purmerend Leeuwarden te volgen. Dat weet ik. Dus nogmaals, mijn overbuurvrouw die werkt het politiebureau achter die balie, achter die receptie. Normaal ga ik nooit naar de politie toe, hè? Want weet je, je loopt ze altijd uit te schelden en je mag ze niet. En dan ga je daarna in één keer naar ze toe om hulp te vragen. Zo ben ik niet. Dus ik probeer zo min mogelijk contact met ze te hebben sowieso, maar ik zal nooit vrijwillig uit mezelf naar ze toe gaan. Ik ben gewoon één keer naar het politiebureau toegegaan om tegen ze te zeggen, hé luister, ga met die man praten, want dat gaat in deze dagen gewoon fout, weet je, en dat wil ik niet. En voor die honden, weet je, want ik ben een van de allergrootste dierenvrienden die jij je mag voorstellen, dus ik wil ook niet dat er wat met zijn hondje gebeurt en ik wil ook zeker niet dat er wat met mijn honden gebeurt, want het zijn gewoon mijn kinderen. Ja, we gaan die buurtagent bij je lang sturen en zo. Dit is 1,5 jaar geleden, hij moet nog steeds komen. Dus ik heb zelfs de moeite genomen om naar het politiebureau toe te gaan, wat zwaar tegen mijn principes is, om te zeggen, luister, doe er wat aan, want het gaat in deze dagen fout. En het is een man van 70, weet je. Ik ben een jongen van 28. Wat ga je doen met een man van 70? Begrijpen jullie wat voor kutsituatie je kind zit? En het fokt gewoon mee. Over 800 meter volgden twee rechte rijstroken bij het knooppunt Koenplein om de borden A8 E22 richting Purmerend Leeuwarden te volgen. Gewoon een kutsituatie, weet je. Ze hebben volgens mij speciaal, omdat ik naar het politiebureau toe ben gegaan, misschien ook niet hoor. Aan het einde van mijn wijk heb je een heel groot meertje. Daar hebben ze bordjes neergezet met honden loslooptrein. Daar ga ik niet naartoe met mijn honden, omdat ik ze 100% van de tijd aan de lijn heb zitten. En als ze hier een beetje hondenkenners zijn. Volgden twee rechte rijstroken bij het knooppunt Koenplein om de borden A8 richting Purmerend te volgen. Als eentje aan de lijn zit en eentje niet, heb je grote kans dat het fout gaat. Omdat die ene voelt zich tegengehouden, beperkt en die andere gaat lopen uitdagen. Het is hetzelfde als dat ik jou bij je armen van achteren vastpak en iemand gaat zo in je gezicht blijven staan en dingen. Vind je ook niet leuk. Dus nogmaals, ik ga gewoon niet naar die honden loslooptreinen toe. Ik loop lekker door de wijk heen, heb je genoeg stukjes groen waar ze kunnen plassen en kunnen poepen, niks aan de hand. En deze man gaat gewoon midden in de wijk elke keer met zijn honden loslopen. En dan zegt hij, ja, maar ik loop al 60 jaar met mijn honden rond. Nou vriend, heb ik nieuws voor je. De Duitsers zijn al een tijdje weg hoor, het is geen 1945 meer. Het is nu gewoon 2018, dus hou je fucking hond gewoon vast. Maar goed. Zen, smile, hopelijk kunnen we vanmiddag even met de motor naar RMA rijden. Om mijn bandje te vervangen en lekker streepjes trekken, dan zijn we helemaal weer vrolijk. Maar we gaan nu gewoon Funko Pop Hunting, ook leuk. Dus fuck die ouwe, weet je, er is niks gebeurd gelukkig. We gaan gewoon proberen er een leuke dag van te maken. Ik zie jullie dadelijk bij Music and More. Kijk, heb je mijn grote vrienden. Kijk, Pompert, daar is het. Weet niet of jullie het kunnen zien. Music and More. Langs het water hier al in Wormerveer. Dus we gaan naar binnen, we gaan maar even kijken.
voordat we naar Lotgering gaan hondenvreten halen. Nou guys, we zijn er, Music & More. Kijk, een hele wand Funko's. Daar nog wat Funko's. Hier nog een heleboel andere collectibles en dingen. Dus ja, geinige winkel. Ik heb van die jongens gevraagd of ik mocht filmen. Vind ik wel altijd zo netjes om eerst even te vragen voordat je zomaar begint te filmen. Dus ja, maar het ziet er leuk uit. Goeie aanrader, boys. Thanks. Dan zit ik even te kijken. Kijk. Hier zijn alle Star Wars Funko's. Maar ik denk dat ik die mee ga nemen. Max Rebo, die vind ik wel heel cool. Dus ja. Ik ga nog even op mijn gemak lekker verder snuffelen en dan zie ik jullie dadelijk weer. Hoppert. Nou guys, zitten we weer in de auto. Ik heb hem toch meegenomen, wat ik al zei. Max Rebo. Ik vind het gewoon een dope Funko. Van de week even unboxen en dan... Ik heb nog een andere gehaald bij Space Oddity. Die ga ik jullie ook even laten zien. Dus er komt weer een aflevering aan van de Funko Pop Vlogs. Het is wel een heel leuk winkeltje, moet ik eerlijk zeggen. Music & More. Ze hebben DVD's, PlayStation spellen, een beetje telefoonaccessoires. Je kan pasfoto's maken. Het is volgens mij ook een postkantoor. Nee, in ieder geval GLS Pickup Store. Prijzen waren ook heel erg reasonable. De meeste Funko's van Star Wars, wat ik zag, waren €16,95. Nou, dat is niet heel goedkoop, maar het is ook niet heel duur. Het is gewoon een nette prijs. En als de klanten denken, wat is snel als snelste? Ja, gewoon weer terug dezelfde weg die we gekomen zijn. Oh, gordeltje om natuurlijk. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk toch om te gaan filmen in zo'n winkel. Maar hey, fuck it. Je wil YouTuber worden. Dus dan moet je er ook gewoon schijt aan hebben. Even snel omdraaien hoor, voordat er wat iemand, iets of iemand aankomt. Er komt al iemand aan. Dus nu gaan we even naar Lotgering. Vreten halen voor die beesten. Want die eten zoveel, die honden, ja. Vreten ons helemaal failliet, jongen. Nee, valt reuze mee hoor. Het is niet zo duur. Dan ga even naar de Lotgering weer. Het is vlak achter het station hier al in Wormerveer. Dus als jullie geen vervoer hebben, dan kun je gewoon... Ja, precies nu voor me is het station en ik rijd net nog geen 30 seconden weg daar al bij die winkel. Dus als je zelf geen vervoer hebt, je kan gewoon met de trein komen naar het station Wormerveer. En dan kun je lopen naar Music & More. Leuk winkeltje. Echt ja, wel even de moeite waard als Funko fan om te gaan kijken, denk ik. Want er zijn niet zo heel veel Funko winkels in Nederland. Of in Noord-Holland in ieder geval. Maar goed, dadelijk Poppereros! Alright guys, Lotgering ligt achterin. Nu zijn we onderweg naar huis. Het begint alleen echt, kijk eventjes. Het is fucking vies aan het regenen. En ik heb van de week al afgezegd bij Migi om mijn band te wisselen. Omdat het zo regende, gisteren eigenlijk. En hij heeft tegen me gezegd dat hij vandaag gaat proberen om iets eerder weg te gaan van werk. En dan kan hij om 4 uur ongeveer bij RMA 036 zijn. En als het wel zo blijft regenen, fuck it, dan ga ik gewoon wel door de regen heen rijden naar Almere met de Shinko. Ook al is het niet zo'n heel goed plan. Maar ja, als hij eerder weggaat van zijn werk, dan moet ik ook gewoon... weet je, ik vind dat zo tof van hem, dan ga ik niet weer afbellen, you get me? Dus nu ben ik onderweg naar huis, ben ik jullie ook nog vergeten te vertellen waarom ik ook zo vrolijk wakker werd. Ik ben gisteravond met de infamous Flip Mode samen naar de IKEA gereden. Heb ik een mooi bureautje gehaald met een kastje eronder. En dan wil ik thuis een hele mooie editing setup gaan maken. Ik was eigenlijk van plan om dat boven te doen. Maar om het even uit te leggen, kijk. Ik werk 6 dagen in de week. Nationa werkt 5 dagen in de week. Ik werk dan wel 1 week dagdienst, 1 week avonddienst. Dus de ene week zijn de hondjes wat meer alleen. En de andere week zijn de hondjes wat minder alleen. Maar ik wil niet 3 uur lang boven in een kleine kamertje gaan zitten en die honden beneden laten. Snap je? Ik bedoel, ze zitten al te vaak, vind ik eigenlijk, alleen. Dus dan wil ik gewoon dat ze lekker om me heen kunnen lopen en dan hebben ze toch het gevoel dat we lekker samen zijn. Dus vandaar dat ik een bureautje heb gehaald voor gewoon midden in mijn woonkamer. En dan ga ik daar een mooie editing setup maken, een mooi scherm, een mooi toetsenbord, muis heb ik dan al. Maar boxjes erbij, you get the idea. En dus nu ga ik naar huis toe. Ik moet sowieso even al mijn Funko's netjes gaan zetten, want ik heb een stapel op de koelkast staan, zoals jullie misschien hebben gezien. En elke keer met open trekken en dicht doen verschuift dat toch een beetje, dus het gaat allemaal een beetje schuin staan. Dan moet ik het in dus één keer in de zoveel tijd er even netjes zetten. En we moeten Max Rebo even erbij zetten. Dus dan, ik vind het voor mezelf, ik vind het heel relaxed, merk ik, om gewoon thuis Star Wars muziekje op te zetten. Ja, het klinkt heel nerdig om een Star Wars muziekje op te zetten. En dan lekker mijn Funko's opnieuw gaan ordenen en netjes zetten allemaal, zeg maar. De goede volgorde weer. Dus dat gaan we even doen. En dan hopelijk om 3-4 uur is het droog vanmiddag en kan Mickey eerder weg van werk.
En dan gaan we even mijn Pilot Rood, Pilot Power, Pilot Rood volgens mij even erop zetten. En dan kunnen we weer strepen trekken en dan hebben we toch nog een beetje bike content voor vandaag. Want om 5 uur moet ik weer te werk, zoals ze dat zeggen in Noord-Holland. En dan ja, is de dag eigenlijk weer voorbij. Dus we gaan nu naar mijn huis en dan... we gaan nu naar Nuslaterhuis, pak ik de honden, dan lopen we naar mijn huis en dan gaan we de Star Wars music opzetten en de Funko sorteren, like een echte Star Wars geek. Let's go! Pompert, jullie zien het. We zijn weer bij mij thuis. Mogelijk lekker in de hal te chillen. En Luna ligt daar. Dit is mijn nieuwe bureautje waar ik het over had. Gisteren met flip mode gehaald bij de IKEA. Voor degenen die nieuw zijn trouwens, dit is mijn little, mijn kleine man cave waar ik een tijdje met Mokum alleen heb gewoond. En nu zit ik bij Nuzla thuis. Dus ja, ik mis het eigenlijk wel. Zie Funko shit everywhere. Deze heb ik trouwens van Nanny gekregen een paar weken geleden omdat ik gestopt ben met roken. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Een massive ass Chewbacca. Maar dit is dus mijn nieuwe editing setup. En voor degene die nog een bureautje zocht, deze is echt cheap as hell. Kastje met het bureautje en die poten bij elkaar, €84. Dus dat vind ik echt geen geld. Die big ass muismat had ik al liggen. En dit kastje is ook wel mooi, want dan kan ik al mijn videotroep, GoPro spulletjes, batterijtjes en noem het maar op, kan ik allemaal mooi in dat kastje kwijt. En dan ja, gaan we het even fixen. Het is trouwens minder werk als ik dacht, want kijk, Max Rebo is nummer 160. En even kijken, daar staan de eerste nummers, dan gaat het daar verder, dan daar, en dan daar. En zoals jullie zien, ik had er hier nog eentje tekort, die ik eigenlijk erbij moest hebben om dit compleet te maken. En dan moet ik nog één losse halen voor in het midden. Maar die ga ik dan mooi in de uitverkoop halen, met box damage of zo. Dus nou, ik heb ook even een Star Wars muziekje klaargezet, want dan kan ik filmen met mijn telefoon. En dan gaan we het even allemaal even op de goede volgorde zetten. Ik heb geen boxprotector meer, dat is wel kut. Normaal doe ik mijn Funko's altijd in boxprotectors. Maar die gaan we maar even bestellen en dan kunnen we het weer fixen. Want Leia hier is ook nog de enige die zonder boxprotector zit. En nou Max Rebo. Dus ik ga het even allemaal even doen. Even een chill momentje voor mijn eigen. Nou, pompers, jullie zien het. Even de muziek uit. Deze staan weer netjes op volgorde. Die staan weer netjes op volgorde. Met Max Rebo erbij. Ping, ping. Deze staan allemaal weer netjes recht, want die stonden allemaal een beetje schots en scheef. Dus ja, dus dat. Nou is het even wachten tot Miggy me belt. Of die eerder weg kan van werk of niet. En dan gaan we even die band vervangen bij RMA 036. Kijk, dan is het toch fucking dik, boys. Kan ik straks daar mijn video's editen. Super chill. Mooi ultra-wide scherm. Boxies ernaast. Mooi toetsenbordje van Razer wil ik halen. Wat dan ook weer kan samenwerken met de rest van mijn verlichting. Want alles is hier Philips Hue. Behalve die moet ik nog even halen. En is alles voor de rest Philips Hue. Ook mijn spotjes in mijn keuken. Echt top shit. Dan ga ik denk ik even een uurtje liggen. Want ik moet vanmiddag weer werken van 5 tot 12:30 s'nachts zeker. En zometeen nog even de honden uitlaten en dan waarschijnlijk, hopelijk, naar RMA 036. Dus nog even een powernapje doen. Ik zie jullie dadelijk, hopelijk, poppert. 3 hours later. Alright fam, nou Miggy appt me net, je ziet het. Mo is daar. En Luna is hier. Even een powernapje gedaan. Ik ga nu snel hun naar Nuslaterhuis brengen. Dan doe ik die oude hond uitlaten en dan gaan we naar RMA, gaan we die band vervangen. Let's get it! Alright pompert, we zijn onderweg. Motor is nog koud. Ik woon best wel dicht bij de snelweg, dus altijd wanneer ik de snelweg oprijd, is mijn motor nog helemaal koud. Maar ik wil jullie toch even laten zien wat die Shinko doet in de regen. Want zodra ik probeer om wat power erop te gooien, dan ben ik gewoon gelijk de achterkant kwijt. Ik hoop dat het beeld wel een beetje te doen blijft, want al die auto's, iedereen gooit natuurlijk allemaal water omhoog. En ja, dat komt op je lens, dus dat komt de kwaliteit van de video niet heel erg ten goede, man. En je tweede versnelling. Zie je, begint gewoon gelijk te vieren. Gelijk wheelspin. Zelfs in zijn 6 gaat hij gewoon spinnen met deze band. Als zodra we een beetje op toeren komen. Jullie hebben ook gezien bij die laatste drag race video. Dat ding doet eigenlijk niet zoveel onder de 6000 toeren.
was met 6000 toeren. Boy, you better hold on for dear life. En dan gaat hij echt werken. Nu ook, ik kan gewoon rijden. Ik zit ook in zijn A-mode. Dat is gewoon de sportiefste modus, zeg maar. Zodra ik gas geef, ja, dat gebeurt niet. Ja, hij heeft natuurlijk wel koppel. Hij trekt natuurlijk wel lekker weg, maar... Zodra hij boven de 6 komt... Doet, gelijk de achterkant. Het is droog, alleen de weg is nat. Ik vind het helemaal niet erg dat de weg nat is. Ik vind het juist wel leuk normaal om te glibberen en te glijden. Alleen ik vind het gewoon kut als het regent en je wordt helemaal zeiknat. Daar hou ik niet zo van. En ik denk dat de meeste boerzaarrijders dat wel hebben. Als de weg nat is, en als de weg nat is maar het regent niet, dan hebben we er helemaal geen moeite mee. Maar zodra het regent, dat is gewoon... ik denk dat alle motorrijders daar wel een teringhekel aan hebben. Weet je wat, fuck it. Ik schuif gewoon hierop. Ik blijf gewoon in die rechterbaan. Ik ben natuurlijk gewend om die snelle baan te pakken. Linkerbaan, gas, gas. Maar laten we dat nu maar niet doen met die Shinko en die bocht hier, hoor. Waarom ben je aan het remmen dan, maffe? Ja, ik durf het gewoon niet met die Shinko om platter te gaan. Dat ding heeft geen profiel. Ik heb hem ook een beetje hard staan, zodat hij niet zo erg slijt. Ik heb geloof ik, wat heb ik erin gegooid vorige keer? Jullie waren erbij, 2,7 bar geloof ik. Echt waar, hij in die fucking Volkswagen... Wordt gewoon ingehaald in de regen door een verlengde boesa met Shinko. Nou, dan ben je wel echt heel langzaam aan het rijden, hoor. Hij houdt ook iedereen op. God, zou me lief hebben. Wat een figuur. Ik zie wat ik bedoel, al dat water. Alright boys, ik ga maar gewoon even voorzichtig rustig rijden naar RMA 036. Voor wie zich afvraagt waar het voor staat. Recreatief motoronderhoud Almere. En het zijn gewoon een groep jongens, vrienden, die daar een loodsje hebben. Vroeger waren ze Breng & Boost Almere. En ze zijn nu gewoon als RMA 036 verder gegaan. Als vriendengroep, lekker sleutelen, lekker chillen. Eigenlijk wat we toen ook al deden, maar dan ja, onder een andere naam. Ik vroeg het ook aan Miggy, ik zeg, kunnen mensen dan ook zelf sleutelen hier, nu jullie een soort van stichting zijn? En hij zei, ja, het is allemaal bespreekbaar, ze moeten gewoon even contact opnemen en dan kunnen we even samen uitvogelen hoe of wat. Dus ja, dus dat boys. Kijk dat vieze weer daar, het is helemaal donker. Tering. Dan heb ik nog steeds die Star Wars muziek in mijn hoofd. Ik voel me ook af en toe een beetje Darth Vader als ik op deze bike rijd. All blacked out met een beetje rood. Fast as fuck. Ah jongens, regen. Scheiße. Scheiße. Kijk Ryan, je vroeg me. Zesde versnelling, 5.500 toeren. Nu rijden we 140. Je mag 100. Dus zo is mijn rijbewijs gewoon goed, you know. Dit is eigenlijk de enige snelheid die ik weet. In zijn 6, 5.500 toeren is 140. En in zijn 5, 6.000 toeren. Kijk of ik mijn trui kan pakken en die camera schoon kan maken. Ik denk het niet hoor. Nee, ga ik niet redden. No way Jose, forget it man. Oh boys, nu regent het echt hard. Tering. En ik moest ook nog eens daar rijden. Ik heb ook nog eens de afslag gemist. Godverdomme. Yep, ik had daar moeten rijden. Oké, we fucked up. Man, ja, we gaan gewoon hier eraf en dan terug. Fucking hell, kunnen we deze afslag niet nemen? You gotta be shitting me. Dit meen je niet. This sucks balls. Oké, dan ga ik hier eraf. En dan ga ik terug twee afslagen. Kan ik niet terug vanaf hier, oh. Fuck off. Wat is dit? Jongens, Almere, get your shit together, man. Rijden in de regen met de Shinko op een verlengde bike. Wheelspin. Ik wil gewoon terug de snelweg op, jongens. Ik zie daar wel volgens mij een soort van oprit of zo. Nou, laten we het maar hopen. En nou maar hopen dat ik het goed heb gezien. Fucking hell. Nou, ik zie geen oprit van de snelweg hoor, hiero. Wow. Je kent me van. Oh, steentjes ook nog, hiero. Je kent me. Geen tijd. Je begrijpt me wat ik nodig heb, alleen jij. So we gotta go left or right? Well, we're going left. Volgens mij kan ik dan van hier wel weer de snelweg op. Motherfucker, plassen overal. Kijk dan, nog vieze modder. Jesus Christ. What? Check deze paddel. Hoe de fuck kom ik de snelweg op dan, guys? Dit is alleen McDonald's. Helemaal puin dit weer, hoor, guys. Helemaal puin. Zal ik gewoon de busbaan pakken? No, man, fuck that shit. Met mijn geluk, hè? Jezus Christus. Ik had beter met een Transalp kunnen komen hier, hoor. Kan ik hier niet naar links? You gotta be fucking shitting me. Ik ga gewoon naar die woonwijk toe daar en dan vanaf daar zie ik het wel. Want ik ben nou helemaal knettergek hier, hoor. Als ben je gewoon even heavy verdwaald, Jur, omdat je één afslag mist. Godverdomme. Even een klein viewertje zetten dan. Oh,
lekker hoor! Hoge ring, hè, die moest ik hebben. God zal me lief hebben. Wat een fucking avontuur. Just saying. Geen grip. Topstad man hier al, echt. I love Almere. Nou Pompert, jullie zien het. Ik ga even binnen staan, want het regent. We zijn hier bij, met Miggy bij RMA 036. Bike op de brug al, op de bok. Enige wat ik vergeten ben eigenlijk, of waar ik geen rekening mee heb gehouden, is dat wanneer je verlengt, dat je natuurlijk geen spatbord of wat dan ook meer hebt. Dus kijk eventjes wat er met mijn tas is gebeurd. Tering, helemaal geruineerd. Ja, dus verlengde life problems. Maar goed, maakt niet uit. Shinko ziet er nog redelijk uit. We gaan even die andere band erop gooien. Laat ik jullie even zien hoe dat lijpe bandenapparaat van hun werkt. Want je weet, die van ons heeft één arm. En de rest moet je zelf manipuleren met je armen. En deze is gewoon, je legt hem erin en dan... Done. Dus die ga ik jullie even laten zien. Hoppet. Nou kijk, dit is RMA bandenapparaat. Kijk, hier heb je arm. Hier heb je arm. Dat is gewoon die wij ook hebben, zeg maar. Maar die van hun is nog meer beweegbaar. Dit is gewoon een next level bandenapparaatje hoor, hier al. Wat zet je er nou op dan? Opzetstukjes voor motorbanden ofzo? Yes. Want hij stond op autostand. Ja. Oh, hé. Goeie dinges. En dit is een balanceerapparaat, ook totaal elektrisch. Nou, die oude, de Shinko is eraf, die ligt daar over drachten. Het is in principe hetzelfde als bij ons. Maar nou met erop zetten, dan krijgen we die magic van dit apparaat even te zien. Kijk dan hoe die arm naar beneden komt. Bij ons is dat allemaal al, moet je gewoon zelf doen. Kijk, nog een hulparmpje erbij. En die ene houdt hem naar beneden en die andere draait mee, toch? Dit is voor luie mensen. Ja, echt. Let op die magic, boys. Ja, dat is even anders, hè. Wij lopen te worstelen met ons bandenapparaat. Tering. Gooi er maar 3 bar in. Dan kunnen we een beetje strepen trekken en dan gaat hij hopelijk wat langer mee. Bam! Nou pompers, de rest kennen jullie wel. We gaan nou gewoon even die band erop zetten en dan zien we jullie zo weer op de bike. Hoppereros! Vergeten mijn mic erin te pluggen. Alright, pompert fam, het is 4:30. 5:00 moet ik werken. Dus we gaan lekker opschieten. Naar huis, nog even die oude Kenzo uitlaten. En dan aan het werk. Was een beetje een rare video vandaag. We were all over the place. Toch nog een beetje bike content. Ik ga hier die ring op en dan ben ik zo op de snelweg. Ja, maar ik merk nu al dat dit veel beter bochten neemt als die Shinko. Maar goed, we gaan dus snel doorrijden. Vergeet niet, like, reageer en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time fam. Later. Ik doe niet zo, want ik heb net die lens schoongemaakt. You get me? Ja, dit neemt al 100 keer beter die bochten als die Shinko. Wayo, 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 nevo. Hot satsen, nevo's. Wayo, kijk het donker zijn daar al. Wayo, nevo's. Oké, wachten jullie gewoon tot het allerlaatste moment met invoegen. En dan wordt het één tering zo. Hoppa, nog even over die verdrijvingsvlak. Lekker bezig, man. Lekker, man. Hé, hey, lekker, man. En het begint weer te regenen. God, zou me lief hebben, zeg hé. Hey. Fucking hell, mate. Wayo, wayo, gekke regenbui, man, nevo's. Dit is niet normaal, hoor. Dit is gewoon die liegers, omdat ik net zei, het is lekker droog. Het zijn nevo's. Straks met kleuren, dat is kittels. Zie je, zelfs in de regen, it sucks big time, let me tell you. Mijn broek is al helemaal nat, alles. Maar je wordt hier gewoon vrolijk van, boys. Gewoon rijden is zo lekker, boys, echt. Ja, ja, Pompert! We bellen! Ian, mijn man, de Pompert! Verlengde broeder! Verlengde broeder!